Vorige keer kwamen we eraan, hadden we helemaal geen honger. Maar hoe bijzonder is dit geluidje? Dit is voor in de ochtend echt heel groot. Ik heb even een mental breakdown. Ik zou me het liefst al willen opschuren. Veel oliebol. Echt heerlijk om te doen trouwens. Oh my god. Dus als ik hem nu al heel recht doe, dan snij je misschien het goede weg. Ik sta hier. Dus dan ben ik nu de randvrouw en jij bent rechtdoor. Geen anusklachten. Een huis waar je alleen woont is natuurlijk wel echt eventjes anders dan een huis waar je met twee en een kind woont en straks met een baby. Pregnancy brain is real. Toen zei ik nog, oh dat is niet nodig joh, dat lukt me wel na schooltijd. Nou, absoluut niet. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog, denk ik met wel het zeg. Ik heb een lekker gezellig dagje met mijn bonusdochter. We hebben gewoon de hele ochtend lekker gechilled, ontbeten, een beetje dansjes gedaan. En nu gaan we samen sushi lunch doen. Dat is echt een beetje traditie, heerlijk. Dus ik heb expres alleen twee eitjes op. Want vorige keer kwamen we eraan, hadden we helemaal geen honger. Dus we gaan lekker sushi eten. Helemaal gezellig. Eerst even een koffietje. Dit is pijniging, want dit is dus mijn lievelingssushi, die mag ik niet. Dit mag je af en toe, maar niet te veel. Grappig garnaal. Verder ga ik vega eten. Het lekkere aan een verse handroll is dat hij dan nog knapperig is. Oké, cheers. Nou, die voor jou is zo lekker. Eigenlijk zijn handrolls gewoon, oh ASMR, alleen maar lekker in restauranten, dan zijn ze cringe. That's my handroll, bro. Oh ja, oh ja. Nom nom. Dure komkommer, lekker. En ik vind dat de zoete aardappel niet zo lekker, maar die courgette vind ik yummy. Nom nom. Wat? Set. Oh, maar het zit zo snel vol, dat is niet normaal. Ja, hoe eet je dit, hè? Dank je. Oh, het is gewoon een handroll die je zelf vouwt, waardoor die nog een beetje crunchy is. Oké, ik mag er van mezelf twee met krab, dus dit is de tweede. Veel cornflour. Dat wil jij ook. Dat wil je. Hallo, het is inmiddels bijna 5 uur. We hebben zo'n chill dagje. Het is zo chill als je sowieso een kind, een bonusdochter hebt die ook van chillen houdt. Wij hebben gewoon op zijn dagje met twee zijn we gewoon een ultima chillen. Dus letterlijk ontbijten. Allemaal van die dansjes doen. Sushi eten. Allemaal dansjes doen. Eventjes naar de supermarkt heel snel. Thuis lekker chillen. Gewoon lekker bank hangen. Lekker relaxen met z'n tweeën. Heerlijk helemaal tot rust komen. En straks komt Hans halen na zijn werk over een half uurtje. En dan gaan we lekker bij mijn schoonouders en opa en oma eten. Helemaal top. Heerlijk. Ik hou ervan dat je gewoon zo samen na zo'n sushi denkt. Eigenlijk hebben we geen zin om iets te doen en we gaan gewoon lekker chillen. Heerlijk, perfect. Ik was dus nog vergeten om te laten zien wat we van Lotte hebben gekregen. Het was dus heel cute. Het grappige is dat we nu dus al 3 badcapes hebben. Ik hoorde het toevallig in een podcast dat het op een lijstje hoort te staan ook. Dit is dus iets waar ik nooit aan had gedacht. We hebben dus van de voetbal een badcape gekregen, ook zo'n stof. Van boosdochter en schoonmoeder zo'n vlies. Badling. Maar dit is dus heel lekker om na het bad in te wikkelen. Het is ook handig om er meer te hebben. Maar kijk hoe schattig deze ook is. En dit is ook een. Het is trouwens weer een ander stofje. Want die eerste is echt vlies. Die tweede is echt. Echt witte handdoek. En dit is een soort hele zachte. Het is wel heel lekker, denk ik. Kijk. Schattig. Because we love you. Hema. Nooit gezien. Heel cute. Dan kan je helemaal zo lekker inwikkelen. Echt vet schattig. En echt de leukste rammelaar ooit. Ik ben er dus helemaal obsessed mee. Iemand zei op Insta, ik heb ook geplaatst dat het lijkt op een koeienbel. Maar wij vonden het dus lijken op zo'n regenwindding van bamboe buiten. Maar hoe bijzonder is dit geluidje? Want vaak klinkt de rammelaar altijd hetzelfde. Hij is zo schattig. Ik heb er dus ook al een paar keer mee geslapen en het bij mijn buik gehouden. Omdat ik het gewoon een heel leuk, bijzonder ding vind. Dus het kaartje is er ook al af. Dan hadden we ook een heel lief kaartje. Trouwens, die heeft haar gelezen. Die heb ik nog helemaal niet gelezen. De liefde is gearriveerd. Heel schattig. Dit is echt heel lief. Die de babybof maar gemaakt. Door en omringd met liefde. En allemaal hele lieve dingen. Heel schattig. Ik wil eigenlijk alle kaartjes, denk ik, in het babyboek wat ik aan het schrijven ben doen. Ik denk dat dat wel heel leuk is. De andere heb ik al in mijn huis staan. Alleen dan moet je het echt met plakband doen. Zodat je hem dus ook open kan klappen en kan lezen. Verder heeft ze dus wat spulletjes van Happy Earth.
ook heel chill. En de tasje is trouwens ook heel mooi. En ik had het kaarsje van die Rambelaar expres bewaard, dat ik aan jullie kon laten zien welk merk het is. Want Lot zei ook, oh, ik wil het eigenlijk ook misschien van Bobby. Het is zo leuk. Bunnies by the Bay, ik ken het niet. En dan heet deze dus Friendly Chime Rattle. Superleuk. Nou, we hebben lekker een badolie gekregen. Shampoo. Was en bad gel. Ik heb dit soort dingen allemaal niet gekocht, want het staat onder andere ook in die babybox. En ik denk, ja, je krijgt het misschien. Haarlotion en soft body lotion. Super chill. Ik kan niet wachten tot we echt de officiële kast hebben en dat ik alles lekker kan gaan indelen. En dit tasje kan je lekker herbruiken. Perfect. Dit is trouwens een heel leuk lintje om te bewaren voor straks Sinterklaas en Kerst om dingen in te pakken. Ik ben al aan het hamsteren. En de babybox video's hebben jullie nog niet gezien trouwens. Die heb ik ook gefilmd wat daarin zat. Ja, helemaal leuk. Zal ik verder? Oh ja, gisteren kreeg ik dus van mijn vriendin die een dochtertje heeft trouwens. Maar zij zei tegen mij, ik heb zoveel sokjes gekocht die ze niet draagt. Sowieso zegt de sloffen zijn veel chiller, want sokjes schopt ze uit. Maar ze zegt, mijn dochter heeft deze maat nooit gehad, dus wil jij ze? Ik zo, nou, prima. Ze heeft ook wat rompertjes die zij niet mooi vindt of niet draagt. Of nee, die ze gewoon echt niet mooi vindt, heeft ze ook gegeven. Die vind ik dus ook niet mooi. Zij wou ze gewoon naar de kringloop doen. Ik zeg, geef ze dan maar even aan mij. Want dan kan ik dat lekker bij op een oma leggen. Want wat ons kindje daar aan heeft, zie ik toch niet echt. Dat valt voor mij niet uit. En ik vind het gewoon, ik wil heel graag ook gewoon tweedehands dingen doen en een beetje duurzaam zijn. Want deze is zo schattig. En ik merk dat ik zo blij ben dat ik dus niet nu weer weg hoef. Dat ik echt, ik leg het in de kast, denk ik, oh jammer, moet weer weg. Toen dacht ik, oh, ik heb nu eindelijk eens een keer nog een paar dagen om lekker hier een beetje te rommelen. Weet je? Dat vind ik zo heerlijk om te doen. Ik kan gewoon niet wachten om alles te gaan indelen. Ik vind dat echt heerlijk in zo'n schone kast. Helemaal opnieuw. En dan weet je, na een week is het waarschijnlijk als de baby eerst helemaal chaos. Nou, weet ik niet. Dit was nog omdat ik haar toen eten had gegeven. Maar kijk, het zijn wel voornamelijk roze sokjes. Maar zo klein. Kans dat onze baby dit ook niet past. Dus zij zegt, nou, ik weet niet. Maar het was dan 1 tot 3 maanden. Ze zegt, dit heeft ze nooit gepast. Maar ook echt mooi. Ja, dit is gewoon door haar zelf gekocht. En zij heeft ook best wel een goede smaak. Dus dat is wel heel leuk. Mega schattige slofachtige sokjes. Ik heb best wel grote voeten. Misschien krijgt ons baby ook grote voeten. Maar dit is zo klein. Oh, dat is voor je handen, denk ik. Oh. Nou, super lief. En hoe leuk om spullen van de baby's van je vriendinnen te krijgen. Ik vind dat echt heel leuk. Dus, zeg maar, cadeautjes krijgen is leuk. Daar hadden we het over. Van hoe leuk als je het aantrekt. En oh, wat heb ik van die en die gekregen. Of die rammelaar zegt, ik vind het zo leuk als er dan een vriendin komt. En dan kan ik het pakje aantrekken. Helemaal leuk. Maar ook gedragen dingen vind ik ook van mensen die je kent, dat vind ik heel leuk. Heel schattig. Ik vind het iets lastiger uit de kringloop, omdat je geen idee hebt wat voor kind erin heeft gezeten. En ik weet, je kan het wassen, maar daar ben ik iets moeilijker mee. Of een wieg. En dan denk ik, ja, straks is het, heeft er, ja, komt het uit helemaal geen leuk gezin of zo. Dan hangt er slechte energie. Ik weet niet. Er zijn vast mensen die dat heel zweverig vinden. Ik geloof er ook niet helemaal heilig in, maar het gaat toch door mijn hoofd. Maar van gewoon vrienden waarvan je gewoon weet waar het vandaan komt, vind ik wel echt heel leuk. Ja. Oké. Okay. Kijk nou, we gaan gourmetten. Zien jullie, hoe noem je dat? Bakplaten. Oh, ja, ja, ik noem maar wat. Hè. Ik noem maar wat. Ik zie pannenkoekenbeslag en ei. En een gezicht in de bakken. Dat was echt zo gezellig weer. We gingen lekker gourmetten. Heerlijk. Dus ik ben blij dat ik mijn haar niet had gewassen. Want dat ruikt nu heel erg naar eten. En morgen ben ik een chill dagje. We gaan in de avond plannen. Heel misschien gaan we al behallen. En ja, het was zo leuk. Het is echt lang geleden dat we ook met z'n drietjes bij mijn schoonouders waren. En ook sowieso lang geleden dat ik mijn bonusdochter weer echt in bed heb kunnen leggen net. En gisteren, dat is zo fijn. Kusjes en kletsen en heel leuk. Echt prettig. Weer echt even tijd met elkaar, heel blij mee. En mijn vlog is klaar. Die is aan het uploaden. Super fijn. Het is pas 10 uur. Dus ik hoef niet door te werken in de avond. Perfect zo. Nog even chillen met haar en dan ook lekker slapen. Good morning. Lekker haar gewassen, want het stond enorm naar gourmet. Buik is echt wat groeien. Kijk, dit is toch echt al groter dan vorige keer toen ik dit zo liet zien. Iedereen zegt, oh, je verklapt het geslacht. Nee, ik had dit al geboekt. Ik heb het geslacht nog niet verklapt. Maar dit is voor in de ochtend echt heel groot. En ik heb best wel veel honger. Want dan is het in de avond echt zo.
Ik heb weer lekker in mijn boek zitten werken. Kaartjes erin geplakt bijvoorbeeld. Nu is het tijd om het behang te gaan knippen, zodat het over 48 uur ready is. Kijk hoe leuk. Dit is ons behang. Het moet helemaal 48 uur plat liggen. Het is dus zelfklevend. Ik ben heel benieuwd of we dit zondag kunnen gaan behangen. Echt leuk. Kijk het dus. Oh, dan zien ze natuurlijk al of die jongen van meisjes. Moet ik bijvoorbeeld het zwarte randje er al afknippen? En de schaar daar zitten? Of moet ik het dat je nog een zwart randje ziet? Ja, wezen kan het al een twee jaar, van dit wil je toch niet hebben. Nee, maar misschien moet je dat wel snijmarsje of zo. Om het dan recht af te snijden, want hij knipt het volgens mij een beetje zo. Ja, het moet sowieso nog gesneden worden als het erop zit hoor. Daarom, dus als ik hem nu al heel recht doe, dan snij je misschien het goede weg. En dan klopt het behang niet meer. Neem je in het midden daarvan, dan komt het uiteindelijk wel goed. Het is nou een stukje kouder geworden. Ja, het is koud hè? Volleyball! Maar goed, ja, het is november ook nou. Hè. Mm. Goed voor de zullen we jou even laten zien? Ja, ja, klopt. Dubai Volleyball. Is die lekker? Ja? Cijfer? Lekker. Ik dacht wel dat je 9 ging vragen. Oh, 10. Hier heb je dus altijd warme oliebollen, heerlijk. Mm. Ja, kom aan. Nee. Ik vind dus dat ik niet alles nieuw moet kopen. En dat vind ik ook een goede opvoeding richting mijn bonusdoekjes. Want ik ben echt een, natuurlijk een heel erg een nieuw koper. Dus daarom kringloopwinkels. Ik zie hier wel 2 bedjes. Kijk, oh my god, de 3e kringloopwinkel waar we zijn. En het is er. Dit is gewoon wat het zocht, wat we zoeken. Dit is wat je dus overal ziet, dat het helemaal wordt opgeschuurd en gezandstraald. En dat het voor 800 euro wordt verkocht. Havert hem zo goed. Ik zou hem het liefst al willen opschuren. Maar kijk, er zit dus een hele leuke schelpachtige detail. Of wat is het? Een waaier, een plant? Ik zie het een beetje een schelp. Deze sluit niet helemaal zonder sleutel, maar dat kan je ook wel fixen met een magneetje of zo. Het liefst had ik iets groter, maar dat is eigenlijk niet handig in de ruimte. Dus dit is eigenlijk beter. Want dan kan er ook nog wat naast. Dus deze gaan we meenemen. Die gaan we laten bezorgen. En mocht er iets beters tegenkomen, raak je deze zo kwijt op Marktplaats. Dit is dus wel grof. Dus het is niet helemaal mooi glad. Maar ja, hier komt dan een verschoonkussen op. Ik weet niet waar deze voor is. Die spiegel hoeven we niet per se, maar ja. Neem we wel gewoon mee. Kunnen we altijd nog verkopen of gratis weggeven of terugbrengen of zo. Veel. Bizar. Niet normaal. Ik vind het dus wel zo mooi, zo'n bruine box. Maar ik vind het echt niet in ons interieur passen. En die witte, ja. Ze hebben hier echt heel veel. We hebben trouwens de commode gekocht. Die wordt dinsdag over een week bezorgd. Lekker. Krokie chips op de pasta? Wij gaan naar een Halloweenfeest voor kids. Maar het is alleen maar voor kinderen. Dus ik heb geen outfit of iets. Maar ik heb gewoon zwart aan. Want dan heb je in ieder geval, ben je altijd goed. Maar het gaat alleen om de kids. Het moet sowieso klein en vol. Ja. Echt leuk. Wij zijn weer thuis. We waren gezellig met een vriendinnetje van Chicky. En het was zo leuk. Het was dus bij het buitenwezen in Zoetermeer. Het was echt mega groot. Er was heel veel te doen. De rijen waren niet heel lang. Het was echt super leuk. En nu gaan we lekker naar bed. Hallo jongens. Ik heb even zo'n mental breakdown. Ik weet niet of het zwangerschapshormonen zijn. Maar dan voel je dus echt heel lang super goed. En dan ineens. Ik had vannacht ineens 5 uur doorgeslapen. Wat ik nooit meer heb. Dat je denkt, jippie. En dan daarna nog even geslapen. Maar en gisteren voelde ik me echt nog helemaal top. En nu helemaal kapot. Mijn schoonvader zei nog, je moet echt dingen gaan schrappen. Want je doet wel heel veel. Anders ga je instorten. Dus zei ik nog, nee. Ik weet niet wat het is. Maar ineens werd ik echt gewoon van alles gek. En dan gaat alles mis. Dat zelfs het bellen van je eitje misgaat. En dat je koffie zet. En dat dat ding eraf flikkert. En mijn hele nieuwe stieglitz eruit zit onder de koffievlekken. En zo waren er echt gewoon honderden dingen. En nu denk ik, misschien moet ik straks gewoon niet meegaan. We gaan straks afspreken in Rotterdam. Met Koen en Henny. En de kids. Maar misschien moet ik wel gewoon even thuis blijven. Maar ik wilde zo graag. Ik ging voorheen best wel vaak niet mee. Om dan even lekker me-time te hebben. Dat wil ik niet echt meer. Maar ik denk, ja, ik moest ineens weer helemaal huilen. Ik kan er even niet meer tegen. Ik word echt gek van alles. En dan gaat de koelkast ineens stuk. En dan doe je het in de wasmachine en dan klik je op play. En dan gaat hij niet meteen aan dat je dan nog gek wordt. Weet je? Dat je denkt, ik kan nu echt niks hebben en dat is niet goed. En er moet nog zoveel gebeuren. En thuis, je hebt gewoon 2 huizen. En dan word je al gek als de vaatwasser nog vol zit. Of als de prullenbak vol zit. En H doet dat allemaal. En dan wil ik het ook doen, maar dan denk ik, ik kan het gewoon even niet opbrengen vandaag. Dus zo'n dag is het.
Dat niet zo vaak. Als ik het heb, vlog ik het volgens mij altijd. Er is gewoon zoveel wat er moet gebeuren. Ik zie eventjes het overzicht niet. Dus ja. Misschien is het dan wel goed om het gewoon even... Ik wil ook bijvoorbeeld gewoon even mijn nagels doen. En ik wil naar de kapper, maar haar is te lang. En ik wil gewoon dingen doen, maar je komt er niet aan toe. En dat gaat straks alleen maar erger worden, dat weet ik. Met een kind. Maar ik wil gewoon eventjes... twee huizen leven is best wel moeilijk. Dan wil ik deze kast weg doen. Maar ja, waar moeten alle spullen heen dan? Nou ja. Mooi. Dat eventjes. Dan denk ik, in plaats van nu iets gezelligs gaan doen vandaag, kan ik zoveel nuttige dingen hier doen. Maar dan denk ik weer, ja, ik zou dus die kast gaan tillen en slepen normaal, maar dat mag nu allemaal niet. Je mag niet allemaal dingen gaan lopen tillen, dus dan voel je je ook weer stom. Maar ik denk dat het misschien beter is als ik niet meega. Er is gewoon te veel te doen. Dus dat. En mijn nieuwe iPhone is trouwens gewoon goed. Voor wie het wil weten. Bye. Hallo. Ik heb helemaal niet gekeken hoe ik eruit zie. Wow, het is echt korter. Oké. Okay. I decided to choose for myself. En ik ben nu al opgeladen in nog geen 2 uur door die keuze. Heerlijk. Ja joh, ik heb echt niets afgezegd sinds ik zwanger ben. Volgens mij letterlijk niets. Ik heb gewoon één behoefte aan tijd voor mezelf. Het is zo druk de hele tijd, dus ik ben blij met de keuze. Ik heb even dit bij de Action gehaald. Ik dacht dat het misschien handig was. In ieder geval voor de commode, voordat we hem gaan schuren, ontvetter. Ik dacht misschien ook voor onder het behang, maar ik kon niet vinden wat voor schoonmaakmiddel. Ik ben uitgeput voor het behang. Nou goed, dus ik heb mijn haar niet gefeund, zoals je kan zien. Ik dacht, dat doe ik wel lekker zelf. Het is wel korter dan de bedoeling was, maar het boeit me niet. Want ik vind dat lange helemaal niet lekker. Iedereen zegt dan wel van, wow, mooi zo, wat heb je mooi haar, wat lang. Maar ik ga dit zo lekker feunen. Ik denk dat ik dit helemaal top vind. En het groeit hartstikke snel. Ja. Ik ben vandaag moe en ik ben echt blij met mijn keuze. Ik heb hele mooie kaarsen gekocht vast. Ik geef eigenlijk altijd haakkaarsen. Sinterklaas of kerst, dat is een beetje de grappige traditie. Dus die vond ik wel mooi. En deze leken me perfect voor in de commode. Ik heb net gegeten en dan zit zo snel vol dan. Jeetje, ik heb lekker bij de kaasboer heidebloemenkäse gekocht. Het was gepasteuriseerd. Super lekker. Dit leek me dus... Ik zie hier dat hij scheef is. Maar okay. Dit leek me dus heel leuk voor een commode. Want ik zei tegen mijn vriendin ook die zo'n commode heeft. Dat is toch helemaal niet handig. Dus ja, daar heb ik dan mandjes in. Dus ik vond dit ook wel een leuk maatje. En deze. De allergrootste maat heb ik niet gedaan. Ik heb natuurlijk de commode niet. Dus ik kan nu niet meten of dit allemaal handig past. Maar ik dacht, deze komen vast van pas. En dan kan ik ook pas lekker een beetje sokjes en rompertjes hier een beetje in gaan doen. Ik heb dus een Sophia May tellingmist gekocht. Ik was al heel lang benieuwd. Volgens mij heb je heel veel budgetmerken die net zo goed zijn. Maar iedereen is zo lyrisch hierover dat ik heb besteld. En ik heb er 2 besteld, zodat ik gratis verzending had. En ik heb er 1 gekregen. Wat chill. En hij ziet er ook echt al gebruikt uit. En de verzending was een paar dagen te laat. Ja, bewijs maar eens dat er maar eentje in de doos zat. Wat raar. En het is al helemaal gevouwen, die doos. Je moet het over je skincare heen doen. Het is grappig dat je dus daarvoor moet moisturizen. Misschien zorgt dat ervoor dat je geen vlekken krijgt, doordat het dan een soort blend. Ik ga het wel even niet nu doen. Ik ga eerst ook mailen dat ik er maar 1 heb gekregen. Dat is niet zo leuk. En verder ga ik even lekker beneden chillen met Poesie. Hoe kan je er ineens zo moe uitzien, hè? Bizar. Maar goed. Oh, mijn haar is echt heel kort, ja. Het is altijd bij de kapper, dan zeggen ze. Oh. Wat is dit? Verstaart. Oh my god. Het boeit me gelukkig gewoon tegenwoordig niet. Maar anders had ik echt gejankt om dit. Dan zeggen ze zo'n stukje. Ik zeg, ja, heel makkelijk. En dan doen ze uiteindelijk. Nou, mijn haar kwam echt tot hier, gisteren nog. I don't care. Oké, ik ga chillen. Bye bye.
Weer een paar uur later. Ik zat helemaal in het donker op de bank met Poesie op me. Eindelijk heb ik lekker wat foto's op Instagram gezet waar ik niet aan toe kom. Dus ik ga maar even mijn haar vellen, want ik ben helemaal koud. Het vindt wel echt makkelijker als het wat korter is. Niet zo zwaar. Ik vind toch altijd denk, ja, lang haar. Ik vind het dus, weet je, denk ik, ja. Ik mag blij zijn dat mijn haar makkelijk groeit en gezond is en lang wordt. En nu ik nog jong ben, denk ik, wil ik het lang laten. Maar toch vind ik dit zoveel chiller voelen. Ik vind het niet lekker. Gisteren werd ik helemaal gek. We liepen buiten. Ik zei, ik word gek van dat lange haar. Ik word er helemaal gek van. Ik ben nog steeds niet goed in feuille hoor. Maar wat zou ik nog meer zeggen? Ik heb lekker sushi besteld. En ik ben helemaal aan het chillen. Ze belde net dat ze onderweg zijn. Het plan was blijkbaar om nog hier bij vrienden te gaan eten. Hij zei, gezellig als je meegaat. Maar ik denk dat je lekker thuis moet blijven. Dat is zo chill aan haar. Dat hij dan ook gewoon... Ik zou dan echt zeggen, ik wil dat je meegaat of zo. Maar hij is echt zo goed dat hij dan weet dat ik dat nodig heb. En dan blijf lekker thuis, weet je wel. Dat is heel fijn. Het voelt zo kort. Maar het is ook het gevoel, hoor. En het droogt heel langzaam. Maar dat kan niet als je minder haar hebt. Oké, ik vlog de hele tijd hier in de babykamer. Wel een lekker plekje om te filmen. Nou, ik ga dus even mijn haar venen. En dan de sushi eten. En ik heb geen zin om mijn nagels te doen, dus ik heb ze kort geknipt. Ik dacht, als ik er steeds geen zin in heb, kan ik ook gewoon het even laten. En het lekker laten uitgroeien. En gewoon met lelijke nagels door het leven gaan. Boeiend. Als het je alleen maar kopzorg oplevert. Nou ja, kopzorg als in, oh, ik moet mijn nagels nog doen. Laat het toch gewoon, weet je wel. Oh, het ziet er heel lekker uit. Yummy. Dit is met garnaal en het is lekker veggie. Yum yum. Goedemorgen, kijk, ik heb mijn nagels gedaan. Olé, ik heb ze lekker kort. Oh, dat had ik al gezegd. Ik heb ze dus wel gedaan. Ik ben net wakker. Ik kom uit de douche. Ik heb even gescrubbed, wat ik altijd doe eigenlijk, met de Clay & Glow scrub. Dagcreme. En nu ga ik die spray even voor jullie en mezelf testen. Ik heb mijn haar trouwens niet helemaal goed gepeuterd nadat ik vlogde stopte ik ermee. Maar ik ben echt blij met dat het wat korter is. Ik vind het heerlijk. Oké, de spray. Ik heb mijn 6 tot 8 centimeter van mijn gezicht af. En niemand dekt zijn kleren af, maar... Heel benieuwd. Ik vind het altijd spannend, dit soort dingen. Oké. Dus je ogen dicht. Waarom zegt iedereen, dit ruikt zo lekker? Het ruikt helemaal niet bijzonder. En mijn neus is heel goed op het moment. Ik ruik heel veel. Hoe weet je nu dat het gelijkmatig is dan? Ik denk toch echt dat het komt doordat je de dagcreme onder hebt, hoor. Dat hij daaraan hecht of zo, want... Hoe kunnen dit geen vlekken geven? Oké, ik vind het spannend, hoor. Maar ik heb wel goed licht, want op TikTok doen mensen allemaal een ander licht. Dus... Dat is mijn verrotte... Jeetje. Brakke bijvoorhoofd. Hoe later de week wordt, hoe verrotter ik eruit. En dan, ja, straks over 4 tot 6 uur. Doe ik hier een beetje. Oeh, het plakt. Ik hoop niet dat het zo... Iedereen zegt ik echt een mooie glow. Dus ik hoop niet dat je er gewoon gaat glimmen. Want daar hou ik niet van. Ik ben heel benieuwd. Kijk, hier ligt een behang uitgestald. 48 uur al bijna. Oh, zon. Zo lekker. Hij had ineens het idee om naar het Westerpark te gaan. Waar we ons zwangerschapsonthullingsfilmpje hadden opgenomen. En hier even kleinschalig te gaan picknicken. Gewoon lekker op een bankie. Maar de spot waar we vorige keer waren, het is nu echt super druk. Dus we hadden toen nog mazzel. Dus we gaan nu even ergens anders naartoe lopen. Maar het is zo lekker herfstweer. Heerlijk. Ik merk wel dat ik veel sneller buiten adem ben. En mijn rug ook sneller voel als ik aan het lopen ben. Maar dat hoort erbij. Kijk nou lekker. Ze hadden dus toevallig ook sushi besteld bij dezelfde. Ze hebben nu echt vet veel sushi leftovers. Kijk nou. Thee. Heeft haven goed gefixt. Lekker man. We hebben hier zelfs een hele fruit salad. Dat was echt heel erg leuk. En nog uit de bonus tochten bij de Action geweest voor 2 mandjes op nog kunnen scoren. En even lijm eventjes in het babyboek wat echo's geplakt en wordt ingeschreven. Super schattig samen. Echt leuk hoe ze steeds meer nieuwsgierig wordt. Dat is wel echt heel cute. Kijk, hier heb ik mandjes al een beetje gevuld. Echt heerlijk om te doen trouwens. Kijk, het bizar wat er allemaal onder een kast vandaan komt. De kast gaat dus daarheen. Zij heeft nu een hele lage kast en deze is veel chiller.
Dan kan hier uiteindelijk die commode die we over ruim een week krijgen. En dan hebben we de muur vrij om te behangen. Dus gewoon gaan vetten hier. Ik twijfel of we de muur moeten ontvetten, omdat het eigenlijk gewoon al een goede muur is. Kan geen kwaad. Ja, maar die moeten we opvullen. Schattig. Ja, nu is het zo'n stuk over. Dat is denk ik goed. Juist niet. Ja, of als het minder kan, dan denk ik liever zo mogelijk in verband met de print. Wel balen als die kast net voor die leuke print staat, zeg. Nog iets over? Ja. Maar het wordt wel heel mooi. Moet je nu niet zo'n tool hebben? Nee, wacht even. Ik sta hier. Joe. Je moet wel scherpe ogen hebben om die rand te kunnen zien. Dus dan ben ik nu de randvrouw en jij bent rechtdoener. Wat een bedtaak. We hebben nu een goede techniek. Ik ben goed in de witte rand. Netjes doen. We noemen het de witte rand. Zorg dat hij dan goed afsluit op de ander. Nou, is wel goed in een vasthoudende bubbels verwijderen. Oh, dus wij gaan die 8 niet nodig hebben. Trouwens, de tanning mist werkt, heb ik het idee. Het is wel ander licht nu, maar duidelijk hè. Met een beetje oranje paal. Maar benieuwd morgen. We hebben even een break gehad van een uur. Toen viel mijn camera uit. En het is heel mooi. Er zijn wel een paar dingen misgegaan. Ik vind het spannend, nu zie ik. Kijk, het stom is, ik kan dit behang dus herstellen. Alleen, er zit dus verf onder de muur. We hebben dus nu 2 keer gehad. Dat je het wel herstellen dat het helemaal vol met verf zit. Dus dat is wel echt heel zuur. Dus het is niet flawless, maar er is ook heel veel wel goed gegaan. En uiteindelijk zie je het niet. Maar, ja, hij doet nu eens eentje die laatste behang. Die ging eigenlijk heel makkelijk. Kijk, het lastige is, je moet van boven naar beneden behangen. Maar heel veel patronen waar we mee moesten uitlijnen, zaten dus laag. Kijk, bijvoorbeeld deze. Deze was echt de hel. Deze is dus ook niet zo goed gelukt. Sowieso klopt die hier niet. Maar hier dus wel, dus dat is ook een beetje gek. Maar hier zie je, hier is hij gewoon niet goed gegaan. Nee, dit was niet, we konden hem hier uitlijnen. We hadden hem bijvoorbeeld hier goed uitgelijnd en dan klopt de touw niet. Dus we hebben uiteindelijk het touw gekozen. En daardoor is hij dus daar bijvoorbeeld niet goed. Maar als je kijkt naar deze baan, hier is de lijn, moesten we hier hem uitlijnen. Dus zo laag moest je hem uitlijnen en dan van onder naar boven werken. Dat was heel moeilijk. En die we dus nu doen, is veel chiller, want die kan je dus vanaf boven uitlijnen. Dus ja, dat is veel prettiger. Dus als je handig wil behangen, kan je best een behang kiezen waar het patroon heel erg boven zit. Maar je weet natuurlijk niet waar de snijlijnen zitten. Oh, uitgeput zo. Maar dat zie je trouwens wel op de site, waar de lijnen zitten. Dus ja. Het was chill geweest als bijvoorbeeld hier dan steeds een sterretje had gezeten. Zodat je dus steeds vanuit boven kon beginnen. Maar heel leuk is het. Echt heel blij mee. Kijk nou hoe lekker wat hij heeft gemaakt. Het is een soort van... Het is... hij heeft het helemaal gebakken en in de oven. Het is brei, curry, kaas, puree. Super lekker. En we kijken keuringsdienst van waarde. Goedemorgen jongens. Wat een gehaast. Ik was dit keer kort voor 6 opgestaan, maar ik had zo vroeg gezet midden in een droom. Ik had weer echt verschrikkelijk geslapen. Ik had de afgelopen 2 nachten had ik dus 2 keer dat ik gewoon 4-5 uur achter elkaar heb geslapen. En de rest dan om het uur wakker, maar ik ben de laatste dus om het uur wakker. Nou, dat was vannacht dus ook. Tot de laatste 2 uurtjes of zo. Ik lag echt lekker in een droom en toen werd ik wakker weer lekker. Maar ja, live. En nu heb ik dus... Ik ging pas 6 uur uit bed, dus dat was de fout, want ik moet over 11 minuten eigenlijk weg. Maar ik ga steeds pas over 20 minuten weg. Dan heb je net die spanning van de file, dus ik wil eigenlijk echt letterlijk om 30 wegrijden. Maar het water kookt niet en eieren moeten er nog 9 minuten in. En in die tijd kan ik dan even matchen. Opmaken doe ik gewoon als ik daar aan ben. Als het goed is, kom ik daar dan dus om 7:30 aan.
kan ik daarom dus nog opmaken, maar ei koken kan je daar niet doen. Dus even snel spullen pakken. Ik had al wel wat spullen gepakt. En dat soort dingen. Ik zat net te denken dat ik zo blij ben dat het niet meer mijn eerste trimester is. Want ik was zo moe. Als ik alleen nog had gedoucht. Het was heel pittig eigenlijk. Oeh. Nu ben ik onwijs snel buiten adem. Niet normaal. Heb ik veel te warm gedoucht. Want ik had koud. Maar het eerste trimester was zo pittig. Als ik uit de douche kwam was ik al helemaal kapot. En nu ben ik ook wel moe. Maar het is anders moe. Nu ben ik vooral buiten adem. Oké, ik ga even snel alles fixen hier. En dan wegrijden. En de spray werkt trouwens wel echt, vind ik hoor, de tanning mist. Zelfs gewoon mijn gezicht was nog licht gescrubbed, wat je dus eigenlijk niet moet doen, maar alsnog is het goed. Ik wist toen zij lag in mijn arrived at my destination. Zij lag met haar hand tegen haar. Het is eindelijk licht. Oh, dat scheur je heel erg uit, toch? Als ja, dus mondje. Zij is zeg maar zo als superwoman uitgekomen. Ja, oh ja, dat schijnt heel. Geen anusklachten. Nee. Dank je wel. Voor de record, die heeft geen aan. Oh my god. Nee. Nou ja, maar, ja. Het is gewoon, dus het is naar beneden uitschudden. Ja. Volgens mij nog extra aan de zijkant. Maar dat, nou jongens, ja, die hechtingen zijn er ingegaan. Ik heb er verder helemaal geen last van gehad. Nee. Ik heb het ook niet gevoeld, nee. Die hechtingen. Ook niet nu nog last van, zeg maar. Nee, je ziet er helemaal niks meer van. Nee. 28, zo. Nee. Dus ze hebben super netjes gehechting. Oké, nou, dat was echt een hele goede rit. Toen ik wegging, ik ging om 38 weg. Mijn doel was 30, maar normaal ging ik om 42. Dus toen dacht ik, dan is het dus 48 minuten rijden. Maar toen was het al 54 minuten, dus er was al tijd bijgekomen. Toen zou ik om 31 aankomen, maar ik ben er nu om 28. Dus uiteindelijk was het 51 minuten. Normaal zegt hij 48, maar verandert het daarna nog naar meer. Het was eigenlijk alleen Zoetermeer uitrijden was druk. En op de snelweg af en toe, maar ik heb eigenlijk de hele tijd op de linkerbaan kunnen rijden. Als ze hardst mag. Oh, nu lijkt me dat ik heel kort haar heb hier. ja, even make-upje. En ik ga vandaag invallen in groep 3 in de klas van mijn collega. Die vorig jaar naast mij stond met groep 3. Dus dat is wel grappig. Ik ben natuurlijk pas in januari toen begonnen, maar nu aan dat ik wel een beetje weet hoe of wat. Er zijn wel wat dingen veranderd dit schooljaar. Dit is de eerste keer dat ik ga invallen op deze locatie. Tot nu toe heb ik alleen ingevallen op de andere locatie. Dan zie ik ook gezellig mijn moeder vandaag. Dat is ook leuk. En die zit ook in dezelfde hal. En ik ben lekker vroeg. Heb ik gewoon een half uur om helemaal voor te bereiden. Dat is wel het voordeel, want als ik vanuit Weesp zou vertrekken. Ja, ik ben er nooit vroeg. Dus dan. Ik vind het korte haar ook echt mega cute als ik het zo zie. Ja, als ik vanuit huis was gegaan, zou ik gewoon niet zo vroeg zijn. Ik heb trouwens lekker mijn eitjes gegeten, maar ik ging dus heel gehaast mijn eieren pellen. Er zat er nog schil op en zo. Dat krijg je als je dus in haast gaat doen. Dat is echt heel goor. Had ik een hap met schil, dat ik echt zo uit het raam gegooid. Ja, oké. Okay. Nou, die het is grappig zo'n kort kapsel. Dit vind ik best wel leuk. Daar komen alweer collega's aan. Heel veel beginnen echt om 7:30. Die spraytan is wel echt top hoor. Die spraytan is heel goed. Want ja, ik ben al best wel heftig met mijn gezichtsreinigingsroutine. Dat ik het echt wel reinig overdreven. Dat vind ik lekker. En alsnog zit het er. Dus dat is top. Ik ben benieuwd als ik een mailtje krijg. Dat ze wel geloven dat er maar één in zat. Oké, okay, bye! Dit is mijn klasje voor vandaag. Vorig jaar zat ik één lokaal ernaast. En dit is het bord. De tijd is wel aangebroken dat je zelfs in deze wijde trui echt mijn buik ziet. Ik ben ineens weer thuis. Ik ben echt hier van, wat doe ik hier? Ik hoef zin om lekker naar haar te gaan. Maar goed. Waarschijnlijk over een uur denk ik, ah, oh, chill. Het is wel heel lekker dat het natuurlijk helemaal leeg en opgeruimd is omdat je alleen woont. Super netjes is. Ik moet wel nog mijn vaatwasser doen. En mijn onderlaken liggen hier te drogen, dus ik moet mijn bed nog opmaken. Maar ja, een huis waar je alleen woont is natuurlijk wel echt eventjes anders dan een huis waar je met twee en een kind woont, is straks met een baby. Dat is echt heel anders.
Maar nu denk ik vooral, ik heb zin om lekker naar Zoetermeer te gaan. Dus dat is alleen maar goed. Donderdag komt de fotograaf. Nee, vrijdag. Dus ik moet donderdag en vrijdagochtend heel veel gaan opruimen en schoonmaken nog. Wat veel spulletjes wegzetten. En nu ga ik maar even chillen. Ja. Ik ga het als weer uitruimen. Dat ga ik doen. Oh ja, het was een lekkere dag. Wel moe. Kinderen worden verdeeld morgen, dus dat moest ik ook allemaal regelen onder schooltijd. Dat ze allemaal al in groepjes naar de klassen gingen en hun spullen daar gingen leggen. Dat was best wel veel tijd kostte dat, maar het ging wel goed. En ik wil iets zeggen, maar ik weet niet meer wat. Oh ja, pregnancy brain is real. Ik was gewoon 2 keer de verkeerde tijd met buiten spelen, waardoor ik dus ook geen pauze heb gehad. 10 minuten pauze, in plaats van 30 minuten. Omdat ik het gewoon verkeerd zag. En dat heb ik echt vaker nu merk. Dat ik echt denk, oh my god, my brain. En dan zegt iedereen, het wordt alleen maar erger en het gaat nooit meer weg. Ja. Ja, 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 ja. En verder heb ik snoep gekocht, wat ik nooit doe. Zuur snoep van Red Band. Fizzy, sour. En ik heb echt heel veel snoep gegeten. Dat was mijn lunch, doe ik nooit. Dat heb ik echt nooit. Ik denk, oh my god. Maar omdat ik het nooit doe, vind ik het zo niet erg. Ik heb er nu ook echt absoluut geen zin meer in. Ik had gewoon echt een craving. Wel grappig. Dat heb ik niet zo vaak. Normaal ga ik dan gewoon een grapefruit eten of zo. Maar nu, ik had 10 minuten pauze, ging ik snoep kopen. En dat is alles wat ik verder te zeggen heb. Ik ga even lekker chillen, want ik heb lang geen hoofdpijn gehad. Een week of zo. And now it's back. Ah, logisch. Hartstikke intensief zo'n dag voor de groep invallen. Oeh, doei. Hallo, ik ga vandaag dus aan mijn handelingsplannen werken. Want de afspraak was dus dat ik steeds de laatste dag voor de vakantie 1 dag niet met de kinderen werk, zodat je aan je handelingsplannen kan. En toen zei ik nog, oh, dat is niet nodig, joh. Het lukt me wel na schooltijd. Nou, absoluut niet. Dus toen zei ik, ik heb dat voor de vakantie niet gedaan. Ik heb dat nu echt nodig, want het is nog steeds niet af. Maar ik heb natuurlijk sowieso al een concentratieprobleem. En dan nu met zwanger erbij. Het is nu 9:10 en het is me nog niet gelukt om me te focussen. Dus ik ben even een koptelefoon gaan halen. Bij een klas. Want ik word ook afgeleid door Harry van het schoolplein. En Harry van de klas hiernaast wel zo hard is stemmen niet hoor. Maar ik moet echt aan de slag. Ik heb gewoon de focus niet. Dus hopelijk. Nou, het is wel helemaal matchy dit. Werkt het. En ik heb ontdekt dat ik mijn laptop kan aansluiten op het grote scherm. Dus dat is echt 10 keer chiller voor je houding. Je ogen, alles. Dus ik ga hier nu gewoon van 9 tot 5 knallen. Ik heb wel pauzedienst, dus dat is wel lekker. Dan kan ik eventjes naar buiten. En ik heb zelf ook pauze, dus ik heb eigenlijk 30 minuten pleindienst en 30 minuten eigen pauze. En verder ga ik alleen maar focus, hopelijk. Ik wist niet wat ik moest eten, dus dan ben ik maar gewoon random. Want gaan kopen is best lekker. Ik heb dus deze hummus, die zurige. Met koolsalade, nog nooit eerder gekocht. Super lekker. Op een vers broodje. Het is wel een goede combi. Ja, lekker. Het is 6:30. Ik was vroeger heel vaak zo laat was naar huis. Maar tegenwoordig, sinds ik zwanger ben, trek ik het niet. Maar vandaag gaat het. Ik ga nu wel stoppen. Ik heb voor alle kinderen de plannen af en gesloten en geëvalueerd. En het is voor mij nog wel helemaal nieuw. Dus ik weet niet helemaal of het goed is. Maar vaak ben ik veel te kritisch. Het ding is alleen dat ik ook alle nieuwe plannen moet maken. Want je hebt dus per vakantie tot vakantie een plan. Dus ik moet ook het plan nog maken voor nu. Voor herfst tot kerst. En ik zit heel erg met, wanneer moet ik dat doen? Weet je wel, wanneer? Want tijdens schooltijd werk je met kinderen. Dus kan het niet. Ja, na schooltijd kom ik er gewoon bijna nooit aan toe. Morgen heb ik ook weer een workshop na schooltijd. Toevallig moet ik volgende week dinsdag naar een echo. Heb ik ook na schooltijd geen tijd. Dus ik heb nu voor volgende week woensdag in mijn agenda gepland. Maar trouwens, woensdag hebben we altijd werksessies en bordsessies. Dus ik moet echt even in gesprek over hoe ik dat moet aanpakken, want ik weet gewoon, je kan niet plannen opstellen en plannen evalueren en alles voorbereiden wat je met alle kinderen doet als je er geen tijd voor hebt. Dus daar loop ik echt tegenaan. Dus ja, dat. En nu ga ik lekker naar huis. Ik heb wel heel hard gewerkt vandaag. Maar ik moest wel, wat had ik dat verteld? Ja, vanochtend werd de groep verdeeld. Dus de groep waar ik gisteren inviel, dus daar moest ik me helpen. Dat duurde tot 9:00. Dan had ik natuurlijk pleindienst. Oh, misschien heb ik het al gezegd. Dan was er een brandalarm. Toen moest ik net om 3:00, of 3:15 tot 30:30 weer bezig met alle kinderen weer. Verdeeld waren weer naar huis. En zo ben je steeds toch
heb je toch een onderbroken dag waar je toch weer minder kan doen dan je wil. Maar ik heb wel echt veel gedaan. Ik heb gewoon heel hard gewerkt. Oké, bye. Zo, hallo, 5 uur. Oh, dit is het begin van mijn vlog vandaag. Koud. Ik had een goede dag. Lekker leuk met de leerlingbegeleiding. Lekker gestructureerd kunnen werken. Na school even snel alles kunnen verslagleggen. Ook nog even wat aan de plannen kunnen werken. Nieuwe plannen vast geopend. Zijn nog niet af, maar wel pas geopend. Daarna had ik weer Hart van Onderwijs training. De man van Hart van Onderwijs, mocht je het kennen, werkt dus hier op school. Douwe. Superleuk. 3 uur lang. Met mini plaspauze. Dus ik heb nu honger en ik ben nu moe. Maar het was wel heel erg leuk. En dan moet je dus ik kaartjes maken. En nou, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Maar het is wel leuk. Ik heb nu voor een leerling een kaartje gemaakt. Ik stimuleer mezelf om het leuk te vinden. Ook al is iets misschien niet zo leuk. En het gaat dan over zakenvakken. Heel relevant kaartje voor heel veel kinderen op school. Dus dat is dan een leuk doel om aan te gaan werken. En nu ga ik lekker naar huis. Morgen editen, huis opruimen en uit eten met mijn vader nog voor zijn verjaardag. En vrijdag komt dan de fotograaf en dan weer naar Zoetermeer. Boodschappen. Weer eens eindelijk besteld. Een verse pasta met capelezza en ricotta spinazie. Ja, random boodschappen. Je hoort rare geluiden op de achtergrond, dat is de tv. Breakers, eitjes, keukenrol. En ik had dit nog, had ik gezegd dat ik het bij de etels had gekocht? Ik weet echt niet meer wat ik heb gezegd. En mijn lege fruitschaal is nu weer vol. A, omdat ik altijd een lege fruitschaal heb. En B, omdat het voor de foto's wordt aangeraden. Maar ik vind hem nog een beetje leeg. Al is hij heel vol. Oké, jongens, ik ga de vlog afsluiten. Mocht je het niet gezien hebben, heb ik gisteren een extra video online gezet. Weer een extra video, namelijk de gender reveal. Want ik vond het niet meer leuk dat ik het niet kon delen, zoals het behangen en dat soort dingen. Dus ik wilde wachten tot het weer gelijk liep. Maar er is nog maar 1 video die nu achterloopt, die ik dan nog maandag ga delen. En dan loop ik eigenlijk alweer bij. Dus prima. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en deze vlog ook. Dus zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te reageren, want onder de vorige video's wordt het steeds weer een beetje minder. Dat is heel erg jammer. En ja, check ook even mijn Instagram. En daar plaats ik ook trouwens nog een filmpje van behangen. En tot maandag of volgende week donderdag, vrijdag. Doei!